Ik ben natuurlijk 4 jaar geleden begonnen met die platforms. Ja. Omdat ik nu wat ouder word, ben ik juist nu succesvoller dan 4 jaar geleden. Want ik krijg nu heel erg dat milf. Ja. Dus dat die gastjes helemaal, oh, met die melktieten en weet je wel, dat ze helemaal gewend. Yo, is goed vriend, kom eraan. Hi Charlotte. Hoi. Hoe is het? Goed hoor. Oh, gelijk knibbelen. Ja. Lekker. Oh. Mag ik deze bij jou ook klippen ergens? Een tepel of zo? Nou ja, er zit al een piercing aan. Dus... Oh ja, piercing hier erin? Ja. Oh, oh godsamme. Waar past die? Zo, tof. Goed begin. Ja. Ben je alleen thuis? Nee, mijn man en de honden waren thuis. Jammer. Ja, anders had ik nog wel mee naar binnen. Althans, dat kan alsnog hoor. Ja? Ja, wel, vind ik heel gezellig. Is je man wel oké? Ja. Lieve man? Ja. Hoe lang ben je al samen? 17,5 jaar. Oh, ja. Zo hé! 17,5 jaar? Hoe denk je dat ik ben? Vroeg ik me af. Pas op, hè? Ja, dat wordt moeilijk. Even kijken. Ik moet naar snelweg. Links, hè? Nee, die kant op. Oh. Het is echt een doolhof. Ja, het is echt een doolhof, ja. Het is niet normaal. Ik denk... Daarom had ik ook de roepverschrijving. Ga je jas uit doen? Ja, bloedziektijd. Oh. Alleen je jas? Ja. Anders mag het niet op YouTube, toch? Ja, mag wel. Doe alles uit, man. Maak het uit. Dan bluggen we gewoon. Ja. Jij hebt wel nog grote borsten. Ja, ik heb 725 cc, dus cup G. Oh. Ja. Mijn vrouw heeft alles eruit gehaald, hè? Ja, dat zei je. Ja. Dat vind je wel jammer, zeker? Ja, ik vind het wel jammer. Ja, maar het is beter. Want nu heeft ze echt gewoon zo... Ja, ik mag er nog niet aan zitten. Hier dan? Nee, ja, die kant op zo. En, nog een, en dan weer rechts. Handje vol, zeg maar. Ja, maar die van haar staat er ook al 15 jaar in. Oh, ja, en die van jou? Dit is mijn tweede. Deze zit er nu 3 jaar in. 3 jaar? En, ja, en die vorige zaten er 5 jaar in. Oh. Want dus... ik wilde al deze maat. Ja. Die kant op. Alleen... ja, mijn huid moest een beetje rekken ervoor. Oh, meen je? Ja. Had je het strakke huidje? Ja. Alleen daar of ook andere? Plek. Ja, overal strak. Dat is eigenlijk een beetje onbekend. Ja? Ja. Is dat zo? Ja, oh, ja. Lekker nou. Ja. Zou je man wel blij mee zijn? Ja. Oké, okay, dus... Ja, en de man op de platforms, die kant op. Hier? Ja, die vindt het ook altijd leuk als ik zo groot mogelijk ga, omdat het dan een soort van net past, laat maar zeggen, voor de customs. Oh, je bedoelt dildos of zo? Ja, ik weet niet wat ik mag zeggen. Je mag alles zeggen. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat je jezelf zou zien. Ja, dat is ook zo. Als je alleen als je hem even aanzet, kijk zo. Als je hem even aantikt. Ik heb deze latexbroek dus voor Jan Luw aangedaan. Dat zie je wel. Oh. Nee, kijk, is bij zelfs een nagel door verloren. Hoe kan dat? Ja, aantrekken. Dit zit zo strak. Moest je mij bellen, help ik het toch? Kijk maar. Ja. Het is helemaal van latex. Ach, maar doe uit, man. Ja. Lekker glimmen. Nee, we moeten even, mensen moeten wel weten wat jij doet natuurlijk. Want ja. jij bent, zeg maar, jij doet heel veel naaiwerk en zo. Ja. Nee, maar even bij het beginnen. Kijk, jij bent 17 jaar met 17,5 jaar. Oh, je hebt nog 7, ja, mijn leeftijd niet gegokt. 42. Nee, dat is een stuk ouder. Hè? Maar jonger, ja. Ben 38. Je? Oh. Nee, ik was 36. Nou, je bent de eerste die me ouder schat. Nee, nee, er zijn wel meer mensen die me in de 40 schatten. Ja, zoiets. Ja. Maar ik ben... ik ben zelf 44. Ja. Ik dacht misschien... Mijn vrouw is ook begin 40, toch? Mijn vrouw is 43. Ah, ja. Ja. Ja, maar ik ben nu, afgezien van mijn lippen, puur natuurlijk. Ik heb alle fillers, alles eruit laten weten. Echt? Ja, alleen mijn lippen zitten er nog in. Oké, en die moest erin blijven van je man. Oké, maar luister dan. Even beginnen. Ja. Je bent 17,5 jaar met je man. Yes. En wanneer ben je begonnen met... Want je maakt content, hè? Ja. 18 plus content. Yes. En hoe is dat ontstaan? Nou, dat kan ik je uitleggen. Ja. Ik heb een hele andere achtergrond. Ik heb zelf 7 studies gedaan, ook allemaal behaald. Meen je? Van kunst, cultuurwetenschappen, psychologie, alles. Oh. En in de coronatijd had ik een eigen kliniek als holistisch therapeut, als medium. Dus ik gaf consulten, reiki. Reiki, mijn schoonmoeder doet dat. Oh, serieus? Ja, serieus. Maar ja, toen was coronatijd, toen moest mijn praktijk dicht.
En ik deed al heel lang modellenwerk en influencerwerk enzovoort. En toen zag ik al die meiden op OnlyFans gaan. En ik dacht, ja, dat ga ik niet doen, dat ga ik niet doen, weet je wel. En ja, op een gegeven moment wilde ik dus nog een grotere titer. En toen vroeg ik aan mijn man, zegt ja, dat betaal je maar zelf. Dus toen dacht ik, fuck it, ik maak een OnlyFans aan. Oké. Ja. En toen ben ik gewoon begonnen alleen maar met lingerie. En toen had ik al heel snel mijn borsten kunnen betalen. Ja, dus zo snel ging dat? Ja, en toen dacht ik van, nou, ik vind dat leuk. En het is heel geleidelijk bij mij gegaan. Het is echt van, ja, gewoon lingerie en content zonder mijn gezicht. Ja, ja, ja. Tot nu echt porno. Ja, oké. En porno doe je met vrouwen alleen? Ja, alleen vrouwen en dan alleen. Alleen en ja. En jouw man doet wel eens mee? Nee, we hebben wel eens een filmpje gemaakt, maar toen zei hij, nou, ik hou op één filmpje. Echt? Ja. Hij heeft eigen zaken en alles. Dus ja, dan, en Charlotte Michel is mijn echte naam. Ja. Dus ja, dat vinden ze hem zo. Dus ja, okay. Dat kan niet. Maar je kan hem toch ook alleen dat hij dat ze pikken? Ja, dat hebben we ook gedaan. Okay. Maar ja. Maar toch, ja. Maar waarom zijn gebruik je eigen naam? Omdat ik dus eerst gewoon influencer was. Oh, ja, dus ja. Het was gewoon mijn normale account. En dat is dus langzaamaan naar hier gekomen. Achteraf had ik een andere naam moeten gebruiken. Maar ja. Oké. Ja. En toen... hoe reageerde je man toen je de eerste filmpje maakte met een vrouw? Even kijken hoor. Ja, dat vond hij wel grappig, want het was al gelijk met twee vrouwen. Oh, je begon gelijk... Ja, gelijk met strap-on en alles enzovoort. Echt? Mee, hè? Ja, ja, ja. Dus, ja. Heb je filmpjes? Ja. Mag ik het zien? Ik weet niet of ik het op paraat heb, hoor. Maar kijk maar even rustig aan, we hebben alle tijd. Dat moet zo weg. Nee. Had je nou allemaal afspraken verzet? Voor mij, want ik zou eigenlijk eerder komen. Ja, want mijn wimpers en de schoonheidsspecialist. Ah. Ja, omdat ik natuurlijk niks meer in mijn huid heb, moet even mijn huid even een... booster geven. Ja, even een lift. Aangezien ik 42 lijk. Ik denk, je bent... Ja, ik wou eerst zeggen 36, maar ik dacht, ja... En ik zei nog, wees lief. Ja, ik ben lief wel even, ik maak het wel goed met je straks. Nou, oké, gelukkig. Als je mijn... Als je mijn telefoon... Ik heb 70k... aan content erop staan. Oh. Ja. Maar ja, mensen moeten niet in de buurt komen. Van wat? Nee, dat zei je al, ja. Met stalkers en zo, hè? Ja, hier. Nou, dit is met strap. Dat ben jij? Ja. Oké. En hier doe ik het zelf. Maar dan... Ja. En dat is voor OnlyFans, hè? Ja, ik ben eigenlijk meer bekend op Vincentro en F2F. Ik heb 3 platforms, OnlyFans, F2F en Vincentro. En heet ik allemaal gewoon Charlotte Michelle op. Ja. En OnlyFans is iets meer Amerikaanse markt. F2F Nederlands. En Vincentro is op zich wel internationaal, maar ook wel veel Nederlanders. Oké. Okay. Ja. En hoeveel abonnees heb je? Per platform. Ja? Bij elkaar? Wat denk je? Wat verdien je? Daar ga ik geen uitspraak over doen. Dat is het enige ding wat ik niet ga tuurlijk zeggen. Niet. Nee, dat is privé. Maar ik kan er goed mee rondkomen. Ja, dat geloof ik. Ja. Zo, dus je, maar, en dan die maak je, hoe vaak maak je filmpjes? Elke dag? Nee. Ik doe ongeveer 2 of 3 keer per week. En dan maak ik ongeveer 7 of 8 video's per dag. Oké. En waar doe je dat dan? Thuis, in hotels of ook buiten stiekem in het bos of zo. Spannend, hè? Ja. Spannend. Ik heb al een tijdje terug met een vriendin. Moest met een dildo, dus wordt in het bos. Want dat iemand, ja, je hebt dan customs, heet dat? Ik weet niet of je dat weet. Dus dan vragen ze aan je van, wil je dit en dit doen? En dat betalen ze dan voor. Ja. En die wilde heel graag dat ik met een dildo in het bos ging staan. Nou ja, mensen liepen daar natuurlijk met een hond enzovoort. Dus die vriendin en ik elk in de bosjes duiken. Ja, dat er iemand aankwam. Ik half met die dildo zo in mijn beetje. Nee, god. Mooi, hè? Ja. Welk bos is dat? Ga ik dan kijken. Het Alblassenbos. Alblassenbos. Oké, en ik heb dat ook een keer gehad. Toen was ik in Engeland. Toen woonde ik in Engeland. Daar had ik een meisje van tandartsassistent. En ik moest om 2 uur had ik een afspraak met haar. Ja. In de stoel. En om 1 uur had ik met haar afgesproken. Dus daar ging ik naar een park. Want ik kon er nergens heen. Dus, ook even in de bosjes. Dus ik had haar kort in de bosjes. Lag ze zo op de rug. En ik lag op zo'n bankje. Lag ze, weet je wel. Waar je kan eten. Zo. En ik was een boom, man, leuk jongen. En ik kom er 2 mensen aanlopen. Dat hadden we niet gezien. Maar dat was mooi. En, nou ja, goed, klaar. En toen een uur later lag ik zo... lag ik dus in die stoel. En zij wil elke keer dat kwel weghalen bij mij. Toch dat zuigen zo. En elke keer deed ik zo tegen. Als ze boven me kwam, zo deed ik zo knipoog. Dat is geweldig. Dat was geweldig.
net of dat je nog kind bent. Weet ja, je die... ja, lekker speels. Oh, heerlijk. Ja. Hey, en je vriendinnen waar je die mee doet, komen die ook uit de buurt? Ja, ik snap wat ik doe. Nee, eigenlijk overal. Oh. Ik heb 2 weken geleden met iemand uit Groningen nog content gemaakt. Dan spreken we af in Lelystad, soort van. Maar hoe gaat dat dan? Hoe spreek je af? Dan ken je hun dan? Of is het ook gewoon dat je die mensen niet kent? Dat je gewoon... Nee, die kende ik niet. Die sturen mij een berichtje van... Wat? Wil je seks? Echt? Nee, ja? Ja, kan toch? Ja, maakt het uit. Seks is seks. Content maken, zeggen ze dan. Ja. En dan ben je daar en dan ga je eerst even wat eten en drinken. En daarna ga je video's maken. Nee, niet. Dus je spreekt af met elkaar. Dan ga je eerst even wat eten en drinken. En een beetje kennis maken. Ja. En dan later lig je elkaar te beffen. Ja? Dat is wel leuk, toch? Ja. Wel een leuke baan heb jij. Ja, zeker. Godsamme. Wat dat jouw man? Zou jouw man geen man... zou niet erg vinden als jij een man erbij deed? Ja, dat is wel een grens. Nee. Misschien mag jij langskomen, maar met Melissa dan. Maar gaan we zo met z'n vieren. Doe je ook swingen? Ja, hebben we wel gedaan. Ik denk mijn moeder kijkt ook. Ach, joh, maakt niet uit, man. Je weet toch wie je bent. En mijn vader ook, want die vind je wel leuk. Ja? Ja. Is je vader ook een beetje voetbalgek en zo? Ja. Is hij verfijnerd? Ja. Ben je ook een beetje voetbalgek? Ik ben er wel mee opgegroeid. En mijn familie ook altijd seizoenskaarten en allemaal dat soort dingen. Ik ben iets minder voetbalgek dan mijn familie, maar ik vind het wel leuk. Hey, maar is het dan ook zo dat... kijk, heel veel mensen denken dat jij content maakt, dat je ook dan zeg maar... de hele dag aan seks denkt en de hele dag porno kijkt en zo. Is dat ook zo? Nee. Kijk je ook naar voorbeelden? Ik doe wel een beetje inspiratie op. Met wie? Ja. Johnny Sins en zo? Nee. Ken je hem? Johnny Sins? Nee. Dat ze noemen mij ook Johnny. Moet je maar eens een keer opzoeken. Wie is dat dan? Pornoacteur uit Amerika. Oh. Johnny, Big Johnny. Noemen ze hem. Nee, maar... ken ik. Maar waar waren we gebleven? Want ik ben even afgeleid. Doe je dat kijken ook porno en zo? Ja, maar ik ben... ik hou van een ander soort porno. Ik kijk naar een ander soort porno dan ik zelf maak. Wat kijk je? Ja, ik ben best wel van de beetje... Ik zit even met zo'n wien. Moet ik hem eruit spuiten? Of Ach, want zit ik heel die video zo'n bimbo. Ach, heel magnet. Nou, ik ben eerlijk gezegd best wel... hardcore. Nee, gangbangs en zo hard mogelijk neuken. Echt? Ja, als je mijn searchbalk ziet, dan schiet je maar. Waar komt dat vandaan? Is dat gewoon, dat zat al in je of is dat zo ontstaan? Hoe was jij vroeger als kind? Ik was heel netjes. Ja. Ik heb meestal heel lief. Hoor je dat zo, hè? Ja, heel lief. Heel hooggevoelig. Ja, hooggevoelig ben ik nog steeds. Maar heel braaf. En echt tot extreem. Ik zei echt tegen mijn vader ook altijd... Ik ga als maagd het huwelijk in. Echt? Ja, ja, ja. Echt heel netjes. Ja. Maar hoe komt die ommekeer dan ineens? Gewoon omdat inderdaad ik begon onder het mom van ik plaatste foto's op OnlyFans net zoals ik op Instagram plaatste. Omdat ik graag die borstvergroting wilde. Yes. Ja, en dat is gewoon langzaamaan gewoon zo. Het is niet dat ik een op de andere dag deed wat ik nu doe. Maar wat deed je daarvoor dan? Voordat je... Ik die praktijk als medium. Oh ja. Ja. Kan je wat aan mij zien? Ja, hè? Ja, genoeg, maar... Zeg dat aan, ik vind het interessant. Luister, ik ga je iets vertellen. Jij denkt denk echt... Ik voel een man bij je. Een wat oudere man. Ja. Ik kan hem niet helemaal koppelen bij jou, maar wel in jouw omgeving. Is van mijn vrouw. Oh. Ik weet het ook wie het is. Hij is veel bij jou in je huis. En... Ja. Het is de opa van mijn vrouw. Maar die heb je niet gekend of zo? Nee, ik heb hem niet gekend. Nou, klopt. Typisch. Ja. Hij was net overleden toen ik met mijn vrouw ging. Oh. Maar was hij goed met je vrouw of zo? Ja, zo. Maar het is echt een hele hechte familie. Maar hij was al helemaal gek van mij voordat ik mijn vrouw kende. Hij had altijd voetbal. Oh, serieus? Ja, ging hij voetbal kijken en dan ging hij altijd schreeuwen van de meiden, moeder. Van de meiden. Ja, en toen kende ik mijn vrouw niet eens. Dus, maar ik voel hem... klinkt raar, maar ik voelde hem vaker in mijn oudere huis. In dit huis zie ik hem niet en voel ik hem niet zo vaak. Nee, ik zie hem in de setting met je, want daar heb ik natuurlijk al voorbij zien komen, met je paarden of zo. Ik weet niet wat het precies is, maar buiten ergens. Nee, maar hij was ook buiten altijd. Hij was altijd bezig met echt de handelaar. En iedereen kwam bij hem aan de deur en koffie drinken en alle soort mensen kwamen bij hem. Man. Ja, je had goed met hem kunnen vinden dan. Ja. Ja, dat is wel jammer. Oké, en wat zie je nog meer? Weet je wat ik deed altijd? Nou, weet je wat het is? Ik moet een soort van intunen erop en dat kost mij best wel veel
energie. Dus heb ik liever in een rustige setting om te doen. Oh, dan kunnen we ergens een hotel kamertje pakken? Ja. Kom je helemaal tot rust, ik zweer het. Ja, het hier, hotel van de valk. Ja, we kunnen zo hier vanaf als je dat wilt. Nee, maar weet je wat ik deed toen ik in Engeland voetbalde? Ja. Had ik altijd iemand, die liet ik overkomen uit Nederland. Ook een medium. Die kwam dan over, één keer in de zoveel tijd. En dan ging ze mij dingen... Dus je gelooft allemaal wel? Ja, 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 zeker. 100%. Ik ben echt... Mensen denken dat ik een grapje maak. Maar ik geloof daar echt 100% in. Oké, okay, gelukkig. Ja. Ja. Oké. Okay. En zie je nog meer bij mij? Nee, doe dat. Ik vind dat zo mooi. Ging we in de hotelkamer doen, toch? Ja, ja. Oh ja, ja. Shit. Ik vind dat wel mooi. Nee, ik vind het wel mooi, want ik hou daar echt van. Ik geloof daar ook echt in. Leven na de dood en zo. Geloof je in leven na de dood? Natuurlijk. Ja, man. Ik ook. Maar ik geloof niet zozeer in tijdlijn. Dus mensen geloven heel erg van, oh, oude Egypte voor Christus en dit en dat. Dus ik geloof dat alles soort van over elkaar heen stroomt. Dus allemaal in verschillende... Fases. Ja, nou, frequentie, dimensielevels. Ja. Dus wij denken bijvoorbeeld, oude Egypte is heel lang geleden. Maar het is tegelijkertijd ook gewoon nu. Zullen we het doen? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ik vind het echt super, man. Ik heb er al droog gesproken. Ik kijk niet meer naar je tieten nu. Ik wilde naar je tieten kijken, maar nu vind ik die verhalen veel... Van allebei, hè? Ja. Hey, word je ook gesponsord door merk en zo? Doe je dat ook? Soms. Voor leggingen, broeken of gymwear of zo. Maar doe ik niet zoveel, maar deed ik eerst veel meer. Ik zag jou in een supervrouw pakje. Wat is? Supervrouw pakje, toch? Supervrouw? Ja, superman. Oh, superwoman. Superwoman, ja. Yeah. Oh ja, ik doe ook cosplay. Dat bedoel je. Wat is dat? Cosplay, dat is dat je als Marvel dingen wordt. Ga je naar die shows en zo? Ja, want ik vind, ik ben ook tegelijkertijd een beetje een nerd. Oh. Want ik vind dat heel leuk, stripboeken en Marvel. Nee, ja. Dus je gaat ook naar die beurzen ja, en zo? Ja, en ik vind het ook leuk, want dan ga ik verkleed als Spider-Man, Woman en Superwoman. En allemaal die Japanse dingen. Nee. En, en dat doe ik ook best wel veel op mijn TikTok enzovoort. Oké, okay. Ja, maar ik zag dat. Dan loop ik gewoon in een Spider-Man pak, zo de tankstation uit. Ja, 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 ja. Ik zag het. Dat grijze pak was dat, ja. Ja, ja. En gaat je man daar mee? Nee. Die houdt daar niet van Marvel. Nou, hij vindt het wel leuk om te kijken, maar hij vindt het niet zo'n, zo'n beurs of zo, vindt hij niet zo. Godsamme, had ik niet verwacht, man. Nee, hè? Ik denk, hij zegt wel een bepaald idee bij mij. Ja, als je al ziet, ik ligt de hele dag met zo'n dildo op bed en twee mannen naast, weet ik het allemaal. Dan gaan we gewoon fucking beurs met Marvel. Ja. Mooi toch? Ja, ik ben gewoon heel... Kijk, divers ook... Ik heb natuurlijk 7 diploma's. Ja. En ik heb zoveel verschillende banen gehad. En heel veel verschillende interesses. Ik heb ook specialisatie in het oude Egypte gedaan. Dan heb ik ook een soort hyperfocus. Ja, ja, ja. Dan oude Egypte of de dinosaurussen. Ik ben eigenlijk wijze nerd. Ja, leuk. Ja. Ja, leuk, man. Ik vind het juist mooi. Dat je gewoon ook gewoon lekker afgestudeerd bent en geleerd bent. Ja, en dan denken mensen, waarom doe je dit? Omdat al het andere verveelt. Ja. En dit verveelt niet. Nee, tuurlijk, seks nooit. Maar en je krijgt goed betaald ook. Ja, en ik ben ook zelfstandig. Dus ik ben niet zo goed met een werkgever. Nee, hè? Nee. Wat dan? Ben je dan ik kan niet zo goed tegen hiërarchie. Oké. Dus als ik met jou de les lees... Dat... Ja, in bed vind ik het leuk bij een man, maar niet op het werk. Ja, moet een man dominant zijn? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja? Ja. Oh. Ja, daar word ik wel nat van. Daar word je nat van. Ja. Ja. Doe je squirtje ook? Soms, maar niet, ik kan niet op commando. Nee, jammer. Want ze zou je dat vol kunnen doen. Nee. Nou, ik ben nu nat genoeg. Ja? Heb je het warm? Ja, het is al een nat broekje. Moet ik, staat de stoelverwarming aan? Ja man, die staat aan, gek. Gewoon vandaar. Voel ik, ja, je bent helemaal nat. Ja. Ik kom vaker last van. Ja, ben je daar vaak? Is dat gewoon iets, hoe kan het? Ben je gewoon geil, zeg maar. Je bent gewoon geil, je houdt van seks, je houdt van neuken. Hoe vaak heb je vrije met je man? Nee, dat zeg ik niet. Oh. Nee, maar is het dan wel zo dat jij gewoon echt... Ja, ik hou constant... wel. Ik heb een hoog libido. Ja, hoog libido. Ja, 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 ja. Dat zeggen ze ook over kale mannen, dat ze een hoog libido. Daarom het haar altijd... Nou, hij is bijna kaal, dus... Ja, zie je dat? Ja. Klopt het. Ja. Oké. Okay. Oh, leuk, hè? Ja. En voor de rest nog, wat doe je nog meer? Doe je nog... niks eigenlijk. Alleen ik schilder thuis? Ook. Schilder? Ja, ik ben ook kunstenares. Okay. Ik maak abstracte kunst van een vrouwelijk naakt lichaam. Mm. En heb ik ook jarenlang verkocht, maar nu doe ik het gewoon als hobby. Oké. Okay. Ja. Nee, het is kunstenaar ook. Ja. Een geile kunstenares. Ja.
Ja. En dat epoxy doe ik ook, vind ik leuk. Ja. Dat zie je soms wel eens in die houten tafels. Ja, ja, in het midden. Dat vind ik echt heel erg mooi. Dat heb ik nu een paar keer gedaan en wil ik eigenlijk al wel meer. Daar merk ik geen tijd. Nee, je bent druk bezig. Ja. Met, en ook die hond opvoeden nu. Content maken. En, ja. Dus je reist ook door het hele land? Of ga je... Nou, niet meer zoveel. Ik deed dat wel. Ja, laat ze nu naar jou toe komen, zeg maar. Ja, net als jij. Ja. Ja, ik niet. Ja, toen je me vroeg en ik zei, ik dacht wel heel brutaal van mij. Ja, ik wil wel meedoen als je me op kon halen, zei ik. Wat dacht je? What the fuck? Ja, maar dat is normaal, toch? Ja. Wat dacht jij dan? Dat ik dan ergens afspreek en dan... Halverwege. Maar dan krijg ik nu natuurlijk de comment. Ze moeten heet het de haar naar achter doen, zodat je de tieten ziet. Laat ze lekker zuigen. Ja. Ze zeiken toch altijd. Ik had van de week, was een filmpje van een jongen, al begin 20. Zat hij op de bank en zijn moeder was boos dat hij elk weekend bezopen thuis kwam en alles onderkotste. Ja. En dat moet hij lekker zelf weten. Maar ik denk als je een jaar of 24 bent en nog heel het huis onderkotst bij jou is, ben je ook gewoon een deus. Ja. Dus ik had eronder gezet, en normaal gesproken reageer ik nooit, van... oogt een jaar of 24, misschien tijd dat hij op zichzelf gaat wonen. Nou, ik kreeg reacties, vuile greppen, hoer, slet, weet ik wat dan. Nou, het is niet normaal. Ja, maar daarom vermijd ik vaak dingen. Maar toen jij mij vroeg, toen dacht ik, nou, waarom niet een keer? Ja, dat is wel leuk. Ja, want ik zou ook meerdere dingen meedoen. Ik heb ook kleine rolletjes meegedaan, net zoals Mokromafia enzovoort. Dat was wel leuk. Maar bijvoorbeeld roddelpraat vind ik ook wel leuk. Ja. Maar als ik zie hoe er op gereageerd wordt... Ja, maar dat is, mensen reageren zich af daar. Maar dat maakt ook niet uit. Kijk, je ziet nu een andere kant ook van jou. En dat is wel mooi. En roddelpraat. Kijk, ik heb al met Jan een paar keer gesproken. En ik vind een hele aardige gast verder. Ja. Alleen je wordt wel in dat programma zodanig als een typetje neergezet. Ja, dat past niet bij mij. Het is bij jou kan ik gewoon normaal. Tuurlijk, maar hier heb je het gewoon over wat jij allemaal gedaan hebt. En gestudeerd. En dat je medium bent. En wat ook weer raakvlak is voor mij, want ik vind het geweldig. Dus dat, anders weten mensen dat niet. Nee, dan denken ze, ach, kijk, die blonde stinkhoer, wat zou denken ze? Ze denken ook vaak dat ik heel onaardig ben. Dus mijn beste vriendin, die heb ik al 22 jaar of zo. Ze zegt, ik ken geen liever mens dan dat jij bent. Maar daarom ook jouw jongste dochter, in je doen en laten, herken ik mezelf dus een beetje. Wacht even. Ook met die zwerver enzovoort. Mijn ouders zeiden ook altijd, als ze dan uit IKEA kwamen, nee, je moest ze geen geld geven, maar wat te eten. En dan ging ik altijd weer helemaal terug die IKEA in. Hup, eten, drinken geven, dat soort dingen. Weet je, gewoon heel, maar heel dat lief. Moet ook. Kijk, mijn dochter, die, wij zaten te eten in een restaurant, dus ze doet dat uit haarzelf. Ja, ze zegt gewoon, papa, mag ik hem wat eten geven? Dus ik zeg, tuurlijk mag je iemand eten geven. Maar toen ging dat plaatsen, gingen mensen gewoon onderreageren ook, hè? Waarom lach je en zo? Ja, ik was trots op mijn dochter dat ze dat gaf, hè? Weet je, uit haar zelf gewoon. En mensen zijn echt gek, jongen. Ik blokkeer ze gelijk, hè? Ja. Ik doe hup, weg ermee. Ik heb geen tijd voor dit soort onzin, joh. Donder op. Maar daarom zei ik ook, het heeft wel met opvoeding te maken, maar ook wel met het karakter van het kind. Ja. Gewoon heel zachtaardig. Ja, ze is heel... ja, dat want zie ik, je ik was van de week was ik ziek, hè. En dan moest naar de dokter. Zo. Dan breng ik haar naar school 's ochtends. Ja. En dan komt ze om 3 uur, haal ik haar op. En het eerste wat ze zeggen is, papa, hoe ging het bij de dokter? Ja. Snap je? Dat is geweldig. Heel lief, ze is daar gewoon mee bezig ook, weet je. En echt een heel lief karakter. Ja, dat zie je gewoon. Maar zij heeft mijn karakter, hè? Ja, dat geloof ik wel. En die andere... Jij hebt wel iets meer pit, denk ik, dan dat zij heeft. Ze is iets zacht, maar ze is net ook klein. Ja. Dus ik moet nog een beetje op pit krijgen. Ik maak me meer zo. Ja, die andere is pittiger. Ja, zo. Maar dat is echt, die heeft echt Melissa karakter. Ja, het was qua uiterlijk is andersom. Ja, precies. Ja, je hebt echt gelijk. Ja. En even medium spelen. Kom op. Oh, dat vind ik zo mooi. Alsjeblieft. Doe dat. Maar ik kan het niet op commando. Nee, maar kan je niet, zie je niet, wil je koffie of zo? Is het gewoon zo? Eigenlijk is het lekker. Ja. Stop even bij de Shell zo. Ik pikte wel heel erg de energie van je kleinste op. Oh, mooi man. Ik had het nooit verwacht, dit gesprek, jongen. Echt fantastisch. Daarom vind ik dit zo leuk om op te nemen, weet je, bij een in de auto. Omdat je krijgt allemaal... Je hebt een soort bepaalde verwachting van iemand. Ja. En dan komt in één keer, dat vind ik het mooiste wat er is. Ja. Hier hou ik echt van. Dank je. Ja, leuk. Ik vind echt leuk dat je in de auto bent. Ja. Ik echt, is het storend trouwens dat ik de kuch? Ik heb een longziekte. Och, nee joh. Je dat nu ook? Ach, nee, maakt niet uit. Nee, je kan niet doen wat je wilde. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het heel irritant is. Nou, het is toch wel, het is wat het is. Ja, heb je genoeg water? Ja, hoor. Weer van de valk, dat is dan niet normaal? Ja, we worden geroepen. Hij roept ons echt. Kom binnen. Pakken we een suite, een hele grote suite met bubbelbad erin. Oh, dat had ik dus 2 weken geleden. Lekker, heerlijk, hè? Ja.
Fuck. Maar ik was lachen ook als ik in die hotels aankom. Ja. Ik ben ook niet. Ik kom ook niet met beleid. Dus ik kom binnen. Inderdaad, met die nepbondjas, met mijn koffer, met ik zeg het al verkeerd, statieven. Ja, statieven, ja, ja, ja. En ja, dat weten ze gewoon ook om eens een OnlyFans wife. Ja, weet je, ja, die dan weer een dagje gaat, gaat shooten. Dat ze denken, oh. Heel die kamer vies. Ja. Ja, ze weten welke kamer, gaan ze luisteren. Nou, ik ben altijd netjes opruimen. Wat doe je? Ja? Netjes opruimen. Ja, ik ben heel netjes. Ja, ik ook. Heel schoon en... Dacht ik al. Ja, dat jij schoon bent. Ja, ik hou, heel erg. Ja. Ik hou ook van schoon zijn. Nou, soms af en toe richting OCD, hoor. Ja? Ik ben echt veel schoonmaak, vind ik. Oh. Ja, nee, ik vind dat wel fijn. Mijn man die zegt altijd, je bent altijd van de natuur, maar je gooit er bijna een chloorfles per week. Ja, ja, zo schoonmaken thuis ook. Ja, altijd. Ja, schoonmaken. Fijn. Ik vind dat heerlijk, man. Lekker schoon, bedden goed en stofzuigen. Ja, joh, maar ik doe 2 of 3 keer per week mijn bedden goed allemaal in de was en droger. Ja, maar jij maakt het ook vies, hè? Jij maakt het ook vies. Dat is... Ja, dat is waar. Ja, en ik ga vanavond weer live. Oh ja? Op Fan Centro, ja. En dan, wat ga je dan doen? Nou, dan maak ik een tipmenu. En dan kunnen ze tippen aan de hand van wat ze tippen, dan geef ik een show. Dus dat gaat heel makkelijk van alleen maar topless tot met mezelf spelen. Ja. Oh, dan kunnen ze intoetsen wat ze willen, zeg maar. Oh, oké. Okay. Een soort bingo. Ja, bingo. Ja. Oh, mooi, hè. Oh, geweldig. En dan verdien je lekker je geld mee. Ja. En is dat ook per toets wat ze dan moeten betalen? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Mm. En dan vinden ze ook wel leuk dat je gewoon dat ze je zien. Ja, dus ja, dat ja. Wat ze zeiden ook van, op een gegeven moment ging ik live, toen zeiden ze, oh, je bent wel heel erg leuk en je bent wel heel erg aardig. Ja. Maar ja, dat is heel moeilijk aan de hand van een foto, iemands persoonlijkheid. Tuurlijk, ja, je krijgt een beeld, dat zo werkt het brein van de mensen. Ja, jij had ook een ander beeld van mij, ja. Maar de mensen, brein werkt zo. Als iemand ziet, gaat jouw brein gelijk, allemaal dingen over jou in je hoofd zeggen. Tegen vooral in tekst en dingen, zo kan ik best wel kattig overkomen. En door mijn ADHD moet alles vaak heel gestructureerd zijn. En dan heb ik zoiets van, net zoals dat ik bij jou helemaal ga uitleggen hoe je moet rijden. Ja. Dat moet in mijn hoofd dan. Maar dat heeft niks te maken dat ik niet... Eigenlijk bedoel ik het juist heel goed. Ja. Want ik wil niet dat je over de busbaan heen knalt. Want dat heb ik al een paar keer meegemaakt dat mensen dat doen namelijk. En daar komt het vandaan. Maar het gaat wel weer op de Charlotte manier. Ja, ja. Maar koffie wil je? Ik koude koffie graag. Koude koffie? Ja. Oh, ijskoffie dus? Ja. Met welk smaakje? Gewoon normaal. Oké. Okay. Maar platforms, wat ga je nog doen? Wat, welke zit je? Waar welke kunnen zit mensen je? Kijken? Oh, ja. Nou, F2F. Oh, hij gaat uit, of niet? Nee. Oh. En nogmaals, F2F, OnlyFans en Vincentro heet ik allemaal Charlotte Michelle. Alleen OnlyFans heet ik Charlotte Michelle 69 erachter. Waarom? Charlotte Michelle 69. Is dat favoriete? Nee, Doggie. Is Doggie je favoriet? Ja. Oh. Oh, dat is wel fijn. Ja. Nou. En vanavond ga je dus ook... Live. Hoe laat? Om 8 uur? Ja. Om 8 uur. Maar is, ik ga zo vaak live. Maar zijn dat echt vaste dagen dat je live gaat? Nee, dat varieert wanneer ik zin heb. Oké. Okay. En altijd wel om 8 uur? Nee, ook varieert gewoon. Okay. Maar ik geef het altijd van tevoren aan. Gewoon op die website? Ja, en soms doe ik ook een link op mijn Instagram. Maar je tagt me toch? Ja. Naar mijn Instagram. Ja, ik tag jou zeker. Ja. Ja, en dan kunnen ze daar Maar weet je wat abonneren? Ik nu wel merk? Ik ben natuurlijk 4 jaar geleden begonnen met die platforms. Ja. Omdat ik nu wat ouder word, ben ik juist nu succesvoller dan 4 jaar geleden. Want ik krijg nu heel erg dat milf. Ja. Dus dat die gastjes helemaal, met die melktieten en weet je wel, dat is helemaal geweldig. Geil is op, hè? Ja, ik maak echt milf content heel veel. Ja, ja. Dat is een soort fantasie van jonge gasten met een milf. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, maar je zei ook dat je dan eerst begon ook zonder, eerst lingerie, maar ook, moest je ook voeten doen en zo? Of ja, dat borsten? Doe ik ook wel, maar niet heel veel. Wat ik wel ook heb is mensen, daarom heb ik ook die broek nu zo aan. Voor mijn liefhebbers, echt dat latex. Vind ja, vinden ze dat wel. Mooi, hè? Ja, dus latex, leer, lak, alles glimmend, heel strak, weet je wel. Ja, ja, ja. Een hele strakke catsuit. Dat mensen, een obsessie is nou, zo, ja, hè? Het zit zo mooi om je lichaam zo, hè? Het accentueert alles, zo maar zeggen. Ja, dan krijg je fantasie. En hetzelfde met cosplay, dat accentueert vaak ook heel mooi je lichaam zo. Ja. En dat is dat wat jij zei dat je heen ging, toch? Van, nou, wat ik, hoe ik me als verkleed ga als superwoman en Spider-Man en dingen zo. Maar dat is meer iets groter in Amerika dan in Nederland.
Het is op zich in Nederland wel groter geworden, maar niet zo zoals het in Amerika is. Ik volg content creators in Amerika, die doen echt cosplay ook met bodypaint. Nou, dan weet je niet wat je ziet, maar dat kan hier niet. Die lopen gewoon dan door Las Vegas gewoon volledig naakt in bodypaint. Als gewoon een karikatuur. Ik vind het geweldig. Ja. En dat vind ik wel jammer. Ik ben zelf heel erg open-minded en vrij. Ja. Dat over het algemeen heel veel Nederlanders zo preut zijn, vind ik. En ik vind, klinkt misschien nu oud, maar ik vind me de preutser dan 10 jaar geleden. Is dat zo? Als ik 10 jaar geleden naar Amsterdam ging, dan was het veel, voor mijn beleving, veel meer open-minded. En dan maakt het niet zo uit. En dan zat er niet overal maar een lepeltje aan. En weet ik wat allemaal, weet je wel. En nu, mensen zijn bang geworden. Ja. Maar ook, kijk, je wordt zo aangeklaagd. Ja. Ik kan ze, ik smeer, als je iets verkeerd zegt. Of ja, maar wat ook dan zo ook conservatief. Zo gewoon ook over een mening over mij. Dat ik, omdat ik dit werk doe, dan moet ik maar een slet zijn. Ja. En dit en dat enzovoort. Denk ik, de vooroordelen zijn er al. Vooroordelen. Maar ik vind sowieso die generatie die je nu ziet, allemaal begin twintigers, echt wel, heftige meningen hebben. En helemaal niet zo open-minded zijn. Nee, helemaal dat wordt, maar dat is misschien dat creëren wij zelf, doordat wij gewoon fucking niks meer mogen zeggen. Nee. Je mag niet eens naar een vrouw fluiten of dat als ze er goed uitziet, een complimentje geven. Dan niet toe. Niet toe. Het is zonde. Heel veel vrouwen vinden het wel. Ja, en kijk, en ik ben ook anders opgevoed. Ik ben echt opgevoed ook met Jiske vet. Weet je wel? Ik heb echt mannenhumor, met mijn vader en zijn vrienden enzovoort. En dan denk ik nu, zij komen al zo. Ja. Denk ik, waar heb je het over? Natuurlijk, je mag niks meer. Weet je, we hebben mij vroegers, hey lullo, lekker geneukt. Ja. Weet je, en dat hoorde ik toen ik 6, 7 was of zo. Dat verblikt of verbloost het niet, dat zal wel weer, weet je wel. Dan denk ik, jezus, dat zijn mensen moeilijk geworden. Moest ik dan hierheen nu? Ik heb geen idee. Oh ja, dat kan. Dan ga je via, moet je daarna wel gelijk links aan houden. Ja, het is niet zo heel ver. Ik kom heel slecht van A naar B, hoor. Zo. Het is echt mijn navigatie, dan weet ik de route. Ja. Maar ik kan nog verdwaald raken 20 kilometer van mijn huis. Nou, dat is echt heel erg. Hoe kan dat dan? Ik heb geen enkel richtingsgevoel. Geen enkel. Ach joh, maak het uit als dat enige is. Ja. Hè? Toevallig weet ik dat je hier wel links moet blijven, maar... Ja. Zoals we vroeger op de kaart lazen naar Frankrijk reden en weet ik wat allemaal mijn vader. Hoe het mogelijk is, weet ik niet. Hij kan nu nog steeds blindelings over naar Parijs alles rijden. Maar... Dat was dus de bijrijder die moest lezen. Ja. Die ging gewoon. Dat was wel eens ruzie, hoor. Oh. Ja, tuurlijk. Ik zou ruzie mee krijgen. Champs-Élysées. En dan had hij dan wel gemist of zo. Als mijn moeder niet goed had aangegeven. Nou, toen doken we achter onze zuske wisk, hoor. Ja. Zo. Dat was dan ging hij los, hè? Ja, maar dan moet je dwars door Parijs. Oh, ja, dat is een klote. Dat is erg, echt, hoor. Met 3 kinderen op de achterbank. Nou. Dat is druk, daar. Ja. Je hebt 5, hè? 6 kinderen. Ik heb 6 in totaal. Ja, 5 meisjes en 1 jongen. Ja, leuk. Verschillende leeftijden allemaal. 20, 18, 16. Oh, zo oud dan? 12 en 11. En de kleinste zo? Ja, en Nino is 17. Ik heb een kouwpje stinkend op mijn bek, man. Ik heb gewoon een bril al. Ik heb gewoon een bril ook, maar dat al heel lang. Ja? Dat heb je ook mensen die dat willen, hè? Dat je een bril op hebt. Moet je? Ik maak ook best wel veel content met een bril. Een beetje een secretaresse look of zo. Ik heb zo'n heel zo streng brilletje. Weet je. Ja, ja. Oh, schat, ik moet even naar de winkel brengen. Ja. Oh, geweldig, hè? Wat is nou het vreemdste wat je wel meegemaakt hebt? Wat ze vroegen van jou? Van, doe dit of dat? Of kan je... Ja, dat vind ik toch... Ik vind niet heel veel zo vreemd. Alleen wat ik wel fascinerend vind... dat er dan ook een hoop mannen zo gefixeerd zijn op ontlasting. Ach. Ja. Bah, dat vies toch? Want ik had toen ook bijvoorbeeld dat filmpje die ik maakte met vriendin. Ik moest heel nodig plassen. Ja, en ik pies gewoon in de bosjes en heb scheid aan. Dus... Ik ga pissen. Die vriendin had die camera erbij. Ze zei, hebben we weer een video om te verkopen. Weet je, en dat verkoopt. Niet normaal, hè? Ja. Kijk, de golden shower dingen enzovoort. Kan ik dan nog wel een soort van voorstelling bij maken. Maar ook echt poep. Ja, nee, maar dat, maar dat is mijn grens. Dat is mijn grens. Oh, bah. Heb je ook dat je moet dingen opsturen en zo? Net zoals onze vriendin. Hoe heet ze? Ik ben de naam kwijt. Nou, slipjes wel eens. Oh. Maar...
Ik spreek ook niet echt af. Ik heb wel eens bijvoorbeeld als ik op een beurs sta of zo, op de Kamasutra bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat doe ik al een paar jaar. Dan laat ik mijn slaafjes daar komen. En dan verneder ik ze daar of weet ik wat. Echt? Ja. Vind je dat leuk om te doen? Ja, vind ik grappig. Grappig, maar ik krijg geen kick van. Ja? Ja. Ja. Dus je vindt het ook mooi om mensen... Als het volledig... met toestemming, dan vind ik dat heel erg goed. Als je toestemming hebt om dat te doen. Ja, ja, juist. Ja, dat vinden ze helemaal geweldig. Steeds warm? Ja, ze noemen mij queen of goddess. En dan, dan sta ik daar bijvoorbeeld in mijn latex of zo. En dan, dan gaan ze op je knieën. En dan moet ze ook tegen iedereen zeggen dat ze alleen maar van mij zijn, weet je wel. Vind jij mooi? Ja, dat vind ik grappig. Oh, mooi. Hier, luister jij. Wie dan geef ik ze zo'n een ring dat ze om moeten doen, weet je, een trouwring. Ja. Echt? Ja? Ja, ik ben echt kinderachtig. En of een speen in de mond, weet je wel. Dat vindt ze mooi, hè? Ja. Oh, maar ze lekker. Mogen niet aan me komen. Onderdaan. Nee, ja. Nee, dat mag niet. Dat, is dus, dat willen ze juist. Ja, maar dat mag niet. Maar dat vinden ze juist geil. Ja. Dat het niet mag. Ja, weet ik. Dus dan sla ik ze met een zeep of, weet je, of schop ze. Ja, ze mogen mijn voeten kussen, dat mag. Ja, ja, ja. Dat is niet normaal, dit. Gekke mensen. Maar ja, ik ben veelzijdig, weet je. Hoge meiden die zijn of heel onderdanig of heel dominant of zo. Ik ben van alles. Ja. Daarom ook heel veel meiden hebben een bepaalde genre wat ze doen. En ik doe ook gewoon van alles. Ik doe ook Girl Next Door. Weet je wel, de online girlfriend experience. Alles. Ik heb ook heel veel subscribers die heel erg eenzaam zijn. Die gewoon een klespraatje willen. Ja. Het is niet allemaal... Nou, gaat er dan ga in. Gaat dan, jongen. Hup. Hij is dronken, denk ik. jij kan ook wel boos worden, hè, volgens mij, hè? Ja, ik ben wel opvliegerig. Oh, ja, hè? Ja. Ik ben wel rustiger geworden met de jaren, maar kan wel pittig zijn. Ik had van de week... Toen moest... Ja, eigenlijk ben ik heb ook mensen die helpen met marketing. Ja. Ze hadden gezegd, je moet dit en dat invullen en aanleveren. En in mijn hoofd had ik het dus al gewoon goed gedaan. En het was dus zo. Nou, dan krijg je een soort tirade over je heen. En toen zei die ander, doe rustig. Oh ja, weet je, dan schaam ik me wel. Dan denk ik, oh. Maar dan ben ik gewoon op dat moment, dan voegt het niet in mijn hoofd of zo. Maar dat is ook wel een los. Idee, hoor. Ja, hè? Ja. Ik heb dat ook wel eens, jongens. Soms denk ik, oh, dus rustig, man. Godsamme. Dit is jij of Melissa? Ik. Dan kan ik zo boos worden om helemaal niks, hè. Dan moet ik gewoon rustig aan doen, man. En dan denk ik later ook, jongen, waarom doe je dat nou? In mezelf praat ik daarmee. Ja, ik heb ook een hele gesprek in mijn hoofd. Ja, heb ik ook. Waarom doe je dat? Dat is rustig, man. Waarom? Je hebt een goed lezen. Een soort bewijs of zo. Ja, je moet gewoon iets zeiken. Volgens mij zit dat in de mens zelf. Dat het gewoon eventjes af en toe een keer moet. Ja. Weet je? Maar het geeft je ook weer een wake-up call van, hey Andy, doe eens even rustig. Maar dat krijg ik wel gelijk door. Dus zeg in mijn hoofd dus, van Andy, je bent wel verkeerd bezig nu. Ja. Maar dat is wel goed. Ja. Ja, en ik moet zeggen, weet je, vroeger was ik echt driftig hoor, stampen, gillen. Ik was echt zo'n kind die zo'n A4'tje op de deur had voor stickers. En als ik dan een week lang lief was, kreeg ik een cadeautje. Krijg je een sticker elke dag? Je hebt goed je best gedaan, je was lief. Ja. Brave notje. Vroeger toch ook op school, als je dan kreeg een sticker hier op je kop. Ja. Je hebt goed gedaan, dikke pluim. Oh, dan kwam je helemaal trots naar mama. Ja. Kijk eens, mama. Ja, tot een jaar terug had ik nog een stickerformulier, maar zij is ermee gestopt. Ik heb nog nooit zo'n sticker gehad, ik was altijd vervelend op school. Ja, ik zat altijd op de gang. Ja, ik zat vaak op de gang. Ja. Ik kon niet luisteren, ik was er snel afgeleid en zo. Moest ik weer de gang op, had ik weer een grote mond en zo. Ja, ga maar op de gang. Moest ik afkoelen. Nou, ging en bij mij zijn ze ook een paar jaar geleden achtergekomen dat ik hoogbegaafd ben. Heeft er iemand in de groep gezeten voor de ADHD, die ging mij helemaal observeren, weet ik wat allemaal. Want ik ben echt serieus van het VBO naar de universiteit gegaan. Oh. Omdat mijn gedrag zo verschrikkelijk was mijn gedrag zo overheersend dat ze dachten, jullie gooien maar op VBO. Ja. En toen was ik 16, 17, toen dacht ik, nou volgens mij kan ik wel leren. En toen ben ik pas gaan leren. Toen hup, naar het HBO en de universiteit. Nee, maar ik was altijd overprikkeld gewoon. Ja. Ik vind het zo mooi. En altijd verveelde ik me. Ja. Ja, en dan krijg je verveend gedrag. Ja. En ik was ook wel dubbele. Ik was ballerina in een tutu. En ik zat stiekem in de bouw en dan gingen ze bouwen. Yeah. Ja, en dan gingen we stiekem, mijn broertje en ik schenen maar 2 jaar. Dan gingen we dan gewoon heel die bouwplaats op en soort mensen met helmen liepen en soort. Echt teringkind was ik hoor. Gingen we allemaal gebouwen in waar we niet in mochten. Maar wel met mijn tutu. Ja, ja, ja.
Twee kanten. Ja. Twee kanten. Apart, hè? Ja, dat wordt. En weet je ook altijd, deed al de grootste long in. Dan ging ik autobanden verzamelen. Dan klom ik de lantaarn in en die gooide ik die autobanden over die lantaarn. En dan moest de gemeente vervolgens die autobanden. Dan ging ik 's ochtends in die woonkamer staan kijken zo. Dat ze die autobanden mooi, echt een kutkip. Oh, mooi. Nog iets? Moeten we nog ergens over hebben? Willen jullie content zien van mij en Charlotte? Dan moeten jullie abonneren. Ja, als jullie content van mij willen zien, Charlotte Michelle, dan moet je abonneren op mijn platforms. En speciaal omdat ik nu vandaag met Andy in de auto zit, krijgen jullie korting. Andy korting op mijn platforms. en wat moet dan Andy invullen of zo? Nee, dan ga je naar mijn platforms. Ja? Op Barbie Shard Instagram heb ik mijn link. Want op mijn main Charlotte Michelle G heb ik het niet meer. Omdat die elke keer eraf werd gegooid daardoor. En als je dan op mijn platforms komt, dan zie je staan. Actie Andy. Oké, leuk. Actie Andy.